een filmpje met het effect van de verschillende porters op de DMO-repeater. Dit is de BHR21 en deze heeft nu dezelfde instellingen als de Sepura heeft. Het is afwijkend van zoals we dat hier in Amersfoort gebruiken. Beide apparaten kunnen nu communiceren, al staat Sepura heel zachtjes. Even zien. En nu even naar de repeater. Allereerst is het zo dat hij geeft één keer in de paar seconden, één keer in de 10 of 15 seconden geeft hij even een burst. Hè. Dat is de repeater, die zegt ik ben de repeater. Nou, dit is het display van de repeater. Even kijken of ik dat goed scherp krijg. Als ik nou met BHR21 zend, dan krijg je dit effect. Zo, oh, ik ga even dat ding zacht zetten. Hartse, flatse, glas. Zo. Oh, ik zit niet op de goede frequentie te luisteren. Ik denk al wat gek. Dit is overspraak. Is de juiste frequentie instellen. Zo. Dat is wel de goede frequentie. Nou, nog een keer. Even scherp stellen natuurlijk. Zo. Als ik nu met de BHR21 cent gebeurt er dit. Ach, ik zit ook met de repeater op de verkeerde frequentie. Nou. Ja, het is 's ochtends vroeg, hè. Kijken of ik dat zo kan aanpassen. On the fly. Ah, nu staat hij wel op de goede frequentie. Ja. Nou, dat gaat lekker zo. Goed, en nu de poging. Kijk. Dit is wat hij zegt. Als ik met de BHR21 werk. Het labeltje onderaan trouwens, dat is een aanduiding van het kanaal. Hè? Dat hij nu op een kanaal staat wat met het BHR21 kan communiceren. Dat hebben ze heel netjes zo erin gezet. Maar goed, ik zend nu met de BHR21. En dan zie je Busy DMO Channel. Dan kom ik dan weer op de rode knop druk. Dan staat die Ready Repeater. En dat klinkt als volgt. Nu wel wat harder zetten. Ik hoop dat dat onvervormd overkomt. En dat is dus eigenlijk het geluid zoals je dat verwacht als iemand gewoon met de porto in de lucht is. Nou, als ik nu met de Sepura zend, dan gebeurt er het volgende. En je hoort ook, ik hoop dat dat hoorbaar is, dit is de BHR21. Misschien moet ik hem iets zachter zetten. Je hoort als ik met de BHR21 zend dat er een enkelvoudig pulsje is, zoals dit. Terwijl als ik dat met Sepura doe. Dan hoor je dus en de porto en de repeater in AM. Dit is de Sepura. En dit, is de, dit was de BHR21, dus nog een keer.
En nu die BHR 21 nog via de repeater aan de praat zit te krijgen. Nou, volgende uitdaging. Het leven is ook niet leuk zonder uitdagingen eigenlijk. Hè?